het welzijn van mama cruciaal dat papa ook zijn welzijn heeft. Ja. Ik ben Mieke van der Vijver, Hettinga, dat is mijn meisjesnaam. En ik ben dus getrouwd met Paul van der Vijver. En wij wonen hier al 56 jaar, ja, 56 jaar in IJzendijken. Zeer tot onze tevredenheid. Geboren hier, hierboven en ik zit in de vastgoedontwikkeling. Twee zijn de dierenarts, een van de jongens en een van de ritters en Marieke, mijn zus. Ja. Dus drie van de vijf zijn in de voetsporen van mijn vader. Gelukkig hebben we nog twee die iets anders doen. Ja, inderdaad. Anders gaat het allemaal over koetjes en kalfjes. Ja, letterlijk. Ja. Ja, ik wilde graag in IJzendijken wonen, vonden een leuk dorp. En toen zei iemand, goh, dat jullie niet in dat kot van der Stallen gaan wonen. Zo noemden ze dat hier. Nou ja, laten we maar eens gaan kijken. En dat, wat? Ja, en het stond leeg, hè, Paul? Dat was van herbouwplicht. Het was hier allemaal verroest in de oorlog. En toen werd er hier, moest een boer als eigenaar, en die moest hier weer iets neerzetten. Wij hadden dus die vleugel, zou ik maar zeggen. Daar was een ruimte, en dat noemden wij dan maar de praktijk. De behandelruimte van mijn vader voor de honden en de katten. Er stond een behandeltafel en wat instrumentarium en een wasbak en zo. En dat was de praktijkruimte. En daarachter was ook nog een ruimte en dat was dan de wachtkamer. Dus toen dachten we, ja, als we hier willen blijven wonen, dan moeten we eigenlijk beneden. Hè? En die twee vertrekken, het eerste, dat had Paul voor zijn, eigenlijk zijn computer en zijn administratie en een soort kantoortje, zeg maar. En ik had daarachter nog een heerlijke rolkamer. Hè. Daar kon ik van alles. Ja, dus de vroegere wachtkamer. Dat was en mijn vader in de behandelkamer. Tuinmeubels. En als ik bijvoorbeeld voor kerstbloemstukjes, allemaal daar. Hè. Maar ja, goed, dan moet je het dan opofferen. Hè. Nee, maar jullie hebben dat uitgesproken, van wij willen hier tot onze laatste ademtocht zo hier dan blijven. We willen hier horizontaal naar buiten worden gedragen, zeggen ze wel. Dus ja. Als dat zou kunnen. Toen had ik het er vaak met jou ook over. Paul zit een beetje in die wereld. En Paul zei, goh, ik ken een architecte. En haar man zit ook in een rolstoel. En die heeft wel vaker met het bijltje gehakt. Ja. Ja. Dus die is toen langs geweest. En jullie hadden een goede klik met haar. Ja, en ze heeft het traject verder En de ergotherapeute is ook nog langs geweest. En wij hadden wel de wens om liefst allemaal mensen uit het dorp te laten doen. Ja, het is natuurlijk wel ook weer een kwestie. Dat kost wel iets. Maar eigenlijk viel dat nog mee, die architecten. Ja, maar dan heb je wel even een kundig iemand. En nu zijn we er ontzettend blij mee. Ja. Nu denk ik wel, hoe zou het ooit zonder kunnen? Nou, de badkamer, het was dus gewoon een wachtruimte. Hè? Dus daar moest van alles gebeuren. Er moest een wastafel komen, daar moest een wc komen. Hè? Dus die douche moest er komen. Een slaapkamer en badkamer, dat is gecreëerd. Maar het belangrijkste, ook mama, die antislip-tegels die daar voorzien zijn. Ja. Wat zeg je, Paul? Ja, we zijn er ongelooflijk blij mee. Ja, die rolstoel die moet echt tegen die wastafel. Hè, als Paul bijvoorbeeld zijn handen, dat allemaal zitten kan. Hè. Dus en daarom is met de ergotherapeut er ook overleg over geweest. Ja. Dat die verzorging ook optimaal kan gebeuren, dat er overal ook ruimte is voor de zorg om ondersteunend te zijn. En voor de rolstoel. Dus er moesten ook twee deuren een beetje verbreed worden. Ja, en het comfort is ook heel goed. Ja. Want jullie hebben infraroodverwarming en een vloerverwarming ligt erin. Ja, een ventilatiesysteem. Dat bedenken zij dan allemaal. Hè? Ja. De verlichting die gaat automatisch uit. Dus je hebt geen schakelaars meer in de badkamer. Stel dat je s'nachts er even in moest zijn, dan had dat licht gewoon vanzelf aan. Ja. Als je kruis gaat, dan hoef je ook nergens naar te kijken. Nee. Want dan ben je met papa bezig. Ja, en dan heb je allebei die dingen. Of dan denk je van, ik werd vergeten, ik moet er weer uit. En dat doen we allemaal niet. Nee. Dus dat is een stukje ontzorging. Ja.
best confronterend en een beetje emotioneel natuurlijk om na te denken over de laatste stappen. Hè? Ja. En voor ons eigenlijk ook wel een beetje, maar goed, wij staan er ietsje verder van en proberen het met wat meer afstand te bekijken dan zo van, nou, wat moet er dan gebeuren? Is het op een rijtje te zetten? Ja. Kijk, Paul heeft een Parkinson gekregen. Dan weet je gewoon dat je het steeds lastiger zal worden. Bij de eerste signalen, dat je dan alvast gaat doordenken naar van, wacht even, wat is nou de volgende halte? Als je zo'n bepaalde aandoening hebt. Ja. Want dan weet je gewoon. Dat is een directe urgentie. Ja, toen wij die verbouwing deden, zat papa nog niet in de rolstoel. Nee hoor, nee. Maar toen dacht die ergotherapeut, ja, maar dan moet je wel rekening mee houden. Ja. Toen dacht ik, nee, dat wil je niet, dat wil je niet. Maar op dat moment moet toch even... Achteraf, nou is het natuurlijk prima, hè, want dan kan ik overal met hem naartoe. Ik kan me voorstellen, daar moet je dan toch even op gewezen worden. Ja. Hè? Dat je moet doordenken, ook al ben je allebei nog kerngezond. Want het is gek, maar als je gezond bent, is net als je jong bent. Hè, dan denk je dat je altijd jong blijft. Maar je wordt gewoon oud. Tenminste, mama. Dat is te hopen. Hè? Dan mag je blij zijn als je het wordt. Ga op tijd oriënteren, wat mijn moeder zegt. Ja. En neem op tijd de stappen. Want wat ik in mijn dagelijkse praktijk ook nog elke keer zie, is dat mensen te laat hun stappen telkens nemen. Op het moment dat je zo'n verbouwing met nog eventueel vergunningen en werkvoorbereiding, noem maar op, planvorming, daar ben je even bezig. Ja. Want wij hebben er best de tijd voor genomen om het zorgvuldig te doen. Ja. Maar een half jaar is niks. Eén keer in de twee maanden komt bij je. Ja. We gaan ze vergaderen nog rond. Nou, het is beter gezellig en soms moeten we het laatste kwartier nog even doorschakelen. Er worden ook wel dingen besproken van, maar let op, dit gaat niet goed. Wat kunnen we eraan doen? Of wat moeten we regelen? Wat weet ik allemaal? En dat is eigenlijk begonnen met de vervanging. Ja, jullie vergaderen dan. En, nou, dan komen soms ook hele leuke dingetjes, want dan zegt mijn dochter, mama, je wilt toch zo graag met een zusje een keer iets leuks doen met je mama. Ja, maar ze zijn, dan kom ik toch. Weet je wel? Ja. Zulke dingen. Ja. Nee, maar voor ons is het welzijn van mama cruciaal dat papa ook zijn welzijn heeft. Ja, ja. Dus wij zorgen goed voor de rug. Mama, jij moet gezond blijven, want anders kunnen jullie het wel schudden. Ja, precies.